En die man, ja, wat heeft hij in zijn hand? Een enorme, ja, wat is het? Een joint of zo, denk ik. Museum Arnhem heeft een nieuwe tentoonstelling voor een specifieke doelgroep. We hebben een tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Hans Baluschek en de Nederlandse kunstenaar Karel Willink. En wij brengen in deze tentoonstelling die twee bij elkaar. Tezamen is hun algemene noemer eigenlijk kunst voor het volk. Baluschek was een kunstenaar die zich heel erg richtte op de arme bevolking van Berlijn met name. De arbeiders, de daklozen, de thuislozen, dat volk. En Karel Willink, ja, dat is eigenlijk een kunstenaar die in Nederland heel bekend is geworden onder brede lagen van de bevolking. Aangezien de tentoonstelling Kunst voor het Volk heet, wilden wij eens kijken of de gewone man en vrouw met RTV Connect mee wilden naar het museum. Hallo, dag. Gefeliciteerd. Dag, hallo. Kijk, een bekende geitenkampse. Wat betekent Simon voor u? Alles. Net zoveel als mijn kinderen, misschien ietsjes meer nog. Echt? Ja. Ja? Wij willen jullie graag bedanken. Voor een cadeautje. Ja, zeker. Oh, ik dacht, ik krijg maar een bosje bloemen. Nou, nee, grapje. Het bosje bloemen komt niet, maar het cadeautje is... wil jij gratis met ons naar het museum? Nee. Nee? Nee. Ik blijf gewoon lekker thuis. Nee. Wilt u eens met ons naar het museum in Arnhem? Wanneer? Morgen. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan niet. Dat gaat wel werken, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, jammer. Bedankt mevrouw dat jullie mee wilden doen aan de Geitenkamp show. Gewoon op de Geitenkamp. Wij zoeken eigenlijk iemand die samen met ons naar het museum wil gaan. Nee, dank u. Nee, echt niet. Nee, gratis mevrouw. Nee, op het moment niet. Heeft u zin om met ons naar het museum te gaan? Nee. Ook niet voor een tentoonstelling voor de gewone man? Nee. Hoe gaat Museum Arnhem en nou het volk naar deze tentoonstelling toe krijgen? Wij hebben het geprobeerd. Dat is niet helemaal gelukt eigenlijk. Hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Ik moet zeggen dat ik zelf ook heel benieuwd ben wie er allemaal komt, hoeveel mensen er gaan komen. Karel Willink is best een bekende kunstenaar. Hans Baluschek, daar heeft niemand nog nooit van gehoord in Nederland. De tentoonstelling is van 26 februari tot 25 juni te bekijken.